Ik wil nog heel even een beetje terug naar die wedstrijddag tegen Telstar. Dat doek dat hier dan hing op de muren van het stadion. Dat een deel van de fans, de Brigata Tifosi, het liefst zien dat jij meteen weggaat bij de club. Ik kan me voorstellen dat dat er behoorlijk inhakt. Hoe heb jij dat ervaren? Ja, dat is hun beslissing. Ja. Schrik je dan? Nee, je weet dat het kan gebeuren bij een club als de Graafschap. Dus verder heb ik daar geen moeite mee hun uiten dat op die manier. Ja. Het is gewoon, ik heb gewoon nu voor nacht gekozen. Ik sta tot 30 juni onder contract bij de Graafschap. Tot 30 juni ben ik gewoon voor de Graafschap. En graag voor de Graafschap en staat de Graafschap bij mij op 1. Dat is mijn werkgever. En 1 juli is dat NAC. Meer is het niet, dus ja, je moet het ook niet groter maken dan het is. Het is gewoon een keuze op het gebied van je carrière. Ja, maar ik kom er ook op terug omdat jij vanaf het begin dat je hier zit toch heel belangrijk bent geweest vaak voor de Graafschap. Ook een soort voortrekkersrol hebt gehad in de selectie. Ja. Belangrijke doelpunten hebt gemaakt, vaak ook in slotfases voor de Graafschap. Ja, had je niet wat, niet wat meer krediet verwacht? Nou ja, krediet komt en gaat. Ik heb... denk je in anderhalf jaar tijd hier iets langer. Ik denk 12 wedstrijden in de laatste minuten beslist. Ja, dat zijn behoorlijk wat punten. Daarnaast belangrijke goals gemaakt, assist gegeven. Dus ja, natuurlijk is dat prima vanuit mijn kant. En nogmaals, de supporters mogen dit doen. Ja, wat ik ervan vind, ja, zonder dat mijn kleintje daar ook een beetje is. Die begint het een beetje te begrijpen, snap je. Ja, dat is wel vervelend, vind ik persoonlijk. Maar zelf, als hun dat hun keuze is, dan moeten ze dat doen. Alleen, bel me dan op. Ja, dat is niet gebeurd door niemand. Nee.